is niet waar. Ik wil alles weten, dan kunnen we die gezichtjes zijn perfect. Trok mij. Die gezichtjes zijn prachtig. De puurheid van een nachtwezen, met een kleine handicap erbij, dat oor dat niet afgewerkt is, dat been dat eraf is. Mijn gebreken, omdat ik zelfs niet meer volledig ben, en deze mensen zijn ook niet volledig. Zegt al iets over mij, ja. Het is wel confronterend. De dood. Die ligt al opgebaard. Dat is gewoon zo klein en dat zal doen. Die gesloten ogen. Dat is niet de gesloten ogen van de slaap. Volgens mij zijn ze dood. Ik heb volgens de professor toch maar 2 jaar nu meer. Ik kreeg er een beetje een ongemakkelijk gevoel bij.
heb moeilijke momenten gehad, maar nou bij al gezien heb ik een mooi leven gehad en boeit. Ik heb veel beleefd. Ik heb veel gezien. Ik heb veel sfeer kunnen opsnuiven. Ik heb eigenlijk een rijk leven gehad. Ik heb er geen minst spijt van dat ik zo geleefd heb. Op mijn 15 ben ik naar het conservatorium gegaan voor ballet te doen eigenlijk. En op mijn 21ste ben ik bij Ballet van Vlaanderen gegaan. En het schoonste stuk dat ik gespeeld heb is Carmen van Carlosaura. Dat was een sleutelrol en daar heb ik enorm van genoten. Dat was zwaar, maar ik heb er enorm van genoten. Door te veel gebruik had ik geen kracht meer. Er kon geen ballerina niet meer opheffen. Omdat ik plankenkoorts had. Maar extreem hard. Ik kreeg hyperventilatieaanval. Ik stond te shaken helemaal. En als ik iets nam, was dat weg. En dan voelde ik me superieur. Dat was ik God. Zeer glimlacht. Niet tegenstaande handicap, glimlacht ze nog.